absolute nummer 1 waard. Maar wat de fuck? Echt, what the fuck is dit? Is dit voor een vis? Dit kan je toch geen vis noemen? Dit is een vis die afgeslacht is of zo. En opnieuw in een andere vis in elkaar gedrongen, drukt. Ding is echt. What the fuck? Laten we maar even kijken. Echt fucking nice. Fucking raar bedoel ik. Laten we even kijken. Nou jongens, dit is de vis. De blobvis om precies te zijn. En ja, what the fuck is dit dan? Echt, het is toch geen vis? Dat gezicht. Dat is echt zo'n boos gezichtje. Vooral die link. Vooral die rechts heeft echt een boos gezichtje. Oké, ik weet iets leuks, jongens. De linkse is niet blij. De middelste is ook niet blij. Maar de rechtste kijkt echt fucking boos. Echt zo grappig. In ieder geval, de blobvis, ook wel bekend als het lelijkste dier ter wereld. Ja, dat snap ik wel, dat hij lelijkste dier ter wereld is. Naast lelijk is de blobvis ook nog eens lui. Oh, hij is ook nog eens lui. Hij zwemt niet, maar zweeft een beetje over de bodem. Van de zee, terwijl hij alles wat levend is opslokt. Ja, want hij is ook niet echt de magerste vis, kan ik je eigenlijk meegeven. Ik vind het een fucking rare vis. Dat gezichtje ook echt zo droog. Bij een rogge heb je ook zo'n gezichtje. Alleen dit is echt gewoon puur een gezichtje. Echt. Ja, ik weet niet. Laten we verder gaan. Nee, want dat was het weer. Dus ik ga nu de video eindigen. Here we go. Zo, jongens en meisjes. En ja. Hoe snel de tijd ook weer gaat. De top 5 is weer voorbij, jongens en meisjes. Ik hoop dat jullie hem in ieder geval amazing vonden. Gewoon fucking vet. Dus jongens en meisjes, dit was weer een nieuwe top 5. De top 5 raarste dieren in heel de wereld. En ja, ik vond de absolute top 1. Vond de absolute nummer 1 de blobvis. Want holy damn, dat gezichtje zo. Dat gezichtje. Maar ook zo'n gezichtje. Fucking raar, dat gezicht echt. Ik kan er echt dood om lachen. Wat is dit? Het is toch geen vis? Het is net een soort oliebol of zo. Waar een soort verf over is gegaan. En het lijkt wel of die in elkaar geknutseld is. Echt zo fucking raar, vis. Jongens en meisjes, dit was in ieder geval weer de nieuwe top 5. Zoals ik net al zei. De top 5 raarste dieren in heel de wereld. Ja, dan zijn we in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jij deze video leuk vond. Dan even een duimpje omhoog. Laat dan even een reactie achter. En wil natuurlijk ook abonneren. Een duimpje omhoog gewoon voor de video. Dat jij hem leuk vond. Super vet. Cool. Amazing. Episch. Soms ook een beetje raar bij stukjes. Maar gewoon amazing. Gewoon in één woord. Gewoon fucking nice. Gewoon motherfucking nice. Ik hoop dat jij die leuk vond. En mag natuurlijk ook delen met je vrienden, jongens en meisjes. Deel hem op Facebook. Deel hem op Hives. Oh nee, Hives bestaat meer. Deel hem op Facebook, deel hem op Instagram, deel hem op Twitter, deel hem op, heb je nog meer? Interest of zoiets, ik weet niet wat, Pinterest of ik weet niet wat de fuck ik nou wil. In ieder geval deel hem op al je social media die je in je bezit hebt, gewoon op misschien ook je eigen YouTube kanaal, gewoon even een linkje plaatsen van die video, als je dat vet vindt. En dus een duimpje omhoog voor de video en een reactie achterlaten, tips en tricks, voor je nou, wat kon je nou verbeteren aan deze video? Had jij die misschien? Nou, laat ik dan maar achter in je reacties. En laat ook maar achter in de reacties of ik een achter de schermen van een top 5 een keer moet doen. Dan weet je ook hoe dat in zijn werk ingaat. Als jullie dat leuk vinden, moet je dat achterlaten in de reacties. En als die reactie een paar duimpjes omhoog krijgt, ga ik dat een keer doen. Want je kan de reacties ook liken. Nee, wist je nog niet, weet je dat nu. Dan leer je ook weer wat hè, bij de Jimmy. Ja, je weet sowieso al wat dan bij mij. Sowieso in de top 5 video's. En in ieder geval, jongens en meisjes. Vind jij leuk als er een keer een achter het schermen video komt van een top 5 video, laat het maar achter in de reacties en laat ook maar achter in de reacties tips en tricks en voor het bewerken van de video of wat beter kan of dat ik niet zo raar moet doen in de video. Laat het maar weten in de reacties en je mag natuurlijk ook abonneren als je wil. En jongens en meisjes, dit was dan alweer de video. Zeg in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video, geef deze video een duimpje omhoog, een reactie en niet vergeten te abonneren jongens en meisjes. En ja, dat zou ik zeggen. Tot vrijdag bij een nieuwe video. Bij een nieuwe Jimmy's Mix. Waarschijnlijk denk ik wel. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk het wel. Ik zou zeggen tot de volgende video. Doei. Hoi. Tot de volgende video. Doei. Hoi. Later mensen.
Laat.